Mijn eten ook staan. Ja. Nog steeds, waar moet ik mijn kerstman laten? Ja. Een kerstman die behoort te hangen en die klimt omhoog en naar beneden. Dat is deze. Ja. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag donderdag 21 november en we leven om 12 uur 38. Ewen die zit lekker te smullen. Kandel zit achter de deur en ik heb mijn eten ook staan. Ja. En straks weer lekker aan het werk. Ik moet ook vanmiddag even naar de Beatrix apotheek. Ik moet een kwart over in de huisarts bellen, want ik heb mijn wekker niet gehoord. Noppenjendo. Nee, ik heb uitgeslapen. Ja, hoe is het mogelijk? Maar ja, mocht ook wel eens, hè, na die 14 dagen voor dag en dauw op en voor een Frodootje moeten zorgen. Dus ja, ik heb nou eens lekker kunnen slapen. Ik ben nog moe hoor, ook door dat hoesten natuurlijk. Dat zit er ook nog allemaal in, daarom moet ik de huisarts bellen. En als hij me al zien wil, dan zegt hij dat zelf maar. Want ja, ik was nou te laat om een afspraak te maken. Dus ja, nou bel ik met de telefonisch spreekuur. 1:15 tot 2:15 is dat. En dan merk ik het wel hoor, wat hij wil. Ja, hij moet gewoon wat anders voorschrijven wat nog sterker is en wat nog beter is dan die troep die ik nou slik. En dan merk ik het wel, want ik word gek van mezelf met al dat gehoesten. Ik ben zo moe erdoor en zoveel pijn ervan, dat ja. Ik piep gelukkig niet. De voorgaande jaren piepte ik ook zo, hè. Toen waren mijn longen ook vol. Maar dat valt nou allemaal mee. Maar oké, ja. Ik wens jullie ook trouwens weer welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik ben nog ook steeds met die kerstspullen bezig. Ik zit natuurlijk nog in de troep. Ik hoop dat ik daar vandaag ook nog tijd voor heb en zin voor heb. Ja, vooral dat ook. Want de zin is momenteel ook ver te vinden. Maar ja, als je gammel bent, heb je dat. Ik ben in ieder geval opgemaakt, weet je. Dat scheelt alweer heel wat. Ja. Hé, meisje? Ga je weer weg bij je eten? Nou, dan weet ik dat je genoeg hebt. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga ook eten voordat het straks 12:15 is en dan moet ik bellen. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Hier is het grijs, triest, grauw, kaal. Het doet koud aan, misschien is het ook wel koud. Het lijkt wel of het vriest als je het zo bekijkt. Zo ziet het aan, weet je. Maar oké, komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb alleen nog de assistenten weten te bereiken van de huisarts. Want het hele systeem ligt volgens mij daarover ook. Want ik had 18 minuten over 1 dat ik belde. Het was ook op mijn telefoon 18 minuten over 1. Die loopt gelijk met Amsterdam de wereldklok. Dus prima. Was het bij hun nog niet eens 20:15. Dus dat hele boel daar dat zit daar niet in orde. Ook kreeg ik absoluut die dokter niet te spreken, want het liep daar in de 100. Het liep daar niet goed. Ik kreeg iedere keer het antwoord op praat en dan moet je tenminste antwoord. Ja, dan krijg je zo'n keuzemenu. Dus ik weer op een gegeven moment de assistenten. En ik zal even vragen aan de dokter, want die mij weer vanmiddag terugbelt rond 1:00 of 3:00. Dus ik ga eerst een bakje koffie doen, dan ga ik me klaarmaken om even naar de apotheek. Even mijn andere medicijnen ophalen en dan hoop ik dat ze er leggen aan. Anders bel ik zij hun eerst ook op van leg bij medicijnen daar al. Ja, mooi, prima, dan kom ik er halen. Zeggen ze van nee, blijf me thuis, het wordt wel gebracht. Ik zeg nou, dan zeg ik gewoon ja, maar het was al gebracht, maar ik lag nog op mijn kooi. Ja, .nl. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga opschieten, lieve vrienden. Er staat ook een beetje van het pakketzorg. Ik heb er staat geen naam op. Dus, maar ik weet wat het pakketzorg is. Maar oké, ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Hallo, lieve vrienden. Ja, het is vandaag vrijdag. Ouderwets werkdag
voor vele oudere dames onder ons, zoals mijn moeder deed dat ook, begon ze bovenaan, begon ze boven in het huis, schoon te maken, bedden verschonen, et cetera, etenwerk. Helemaal naar beneden toe, tot het hele huis schoon was. Ja, het is vandaag dus vrijdag, 22 november en we leven om 12:35. Mijn huisje is al schoon, enkel ik maak er weer een troep van, want ik ben ook bezig. Ja, Rebecca is net de deur weer uit. Ik zit nog weer even, tenminste ik heb weer een bak koffie staan, dat je staat af te koelen. Maar ondertussen dat dat afkoelt, was ik wel bezig, weer met de kerstversiering. Hier staat de trap, ik ben daar weer met slingers bezig voor het raam langs, er ligt nog wat klaar. Ik heb mijn draaislinger al hangen, ik hoop dat jullie hem zien. Mijn vraag is nog steeds, waar moet ik mijn kerstman laten? Ja, een kerstman die behoort te hangen en die klimt omhoog en naar beneden. Dat is deze. Ja, dat moet eigenlijk tussen zijn handjes door, maar dat wil allemaal niet. Maar dat behoort eigenlijk wel, dat behoort veel dichter bij elkaar. Ik weet, ja, dat behoort helemaal veel dichter bij elkaar. Maar dat wil allemaal niet, dus ja, ik denk dat ik dat met een touwtje of zo ga vastbinden. Ik weet het allemaal niet, want hij behoort hem zo vast te houden. En dan omhoog en naar beneden. Ja, maar dat wil allemaal nog niet. Dus ik moet daarmee aan de gang en ik weet niet waar ik hem op moet hangen. Nee, dat weet ik ook niet. Weten jullie een plek in mijn huisje? Ik had gedacht waar die libellen hangt. Maar dan hangt die te laat, dan kom je met je hoofd er tegenaan. Dat doet, wordt het hem dus ook niet. Nee. En ja, we hadden hem altijd in de gang bij het begin van de trap. Maar dan ziet eigenlijk niemand hem. Want wie gaat er naar boven? Ja, ik. Wie gaat er naar boven? Ja, Rebecca. Maar voor de rest gaat er niemand naar boven. Nee, vind ik een beetje zonde. Dus dat doe ik niet. Nee. Vind ik een beetje zielig voor hem. Maar ja, waar moet ik hem dan hangen? Denk je dan? Ja. Ik heb al zitten te denken. Maar dat kan daar niet. En ja, en hier zit ik ook weer. Dat gaat gewoon niet. Ik weet het even niet. Nee, dat is even een ding. Ja. En mijn sneeuwlamp moet ik nog ophangen. Ik hoop dat ik dat straks eerst ga doen. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat is ook een heel karwei. Dan moet ik een kruiskop hebben. Ja, die heb ik hem wel aanleggen. Dus ook dat komt allemaal wel goed. En dan vraag je je af, hoe doe je dat? Nou ja, we nemen mijn stok, die hangt nou hier achter me. En dan loop ik een trapje op en dan is het ophangen die handel. Ja, ik heb dan twee handen vrij, want ik zet mijn stok tussen mijn benen. Dan kan ik er half op zitten met één bil. Ja, heb ik even goed steun. Ja toch? Ja. Ja, wat heb ik nog meer te vertellen? Ik heb dus nog meer van die medicatie gekregen. Nou, ik heb het gisteren vernomen. Ik lag gisteravond al heel vroeg op bed. Te vroeg naar mijn zin. Ik kon niet eens de dingen op de televisie zien die ik graag wou zien. Dus ik doe het nou anders met die medicatie. Ja, ik mag het 1 à 2 per keer innemen. En dat 3 à 4 maal per dag. Ja, hallo! Dan leg ik meer op bed dan wat anders. Ik heb meer te doen dan op bed te leggen. Dus ik neem er 1 in en dan een uur voor het slapen. Ja, want het is mij anders te veel van het goede. En nou ja, ik moet deze gebruiken, hè. Dus na mijn koffie ga ik die eventjes gebruiken. Ik heb hem nog niet nodig gehad en ook trouwens niet aan gedacht. Ik gebruikte hem nooit, nee. Enkel wanneer ik in een omgeving kwam waar heel veel gerookt werd en dat de ruimte al blauw was van de rook. Ja, en dan vraag jij je af hoeveel mensen er daar rookten. Er waren er 2. Ja, 2 mensen. Ja, dat was mijn schoonmoeder en mijn schoonvader. Maar ja, die kon er ook wat hoor. Die stoomde, nou ik stoomde vroeger al, maar die waren nog helemaal erger dan dat ik. Ja, kanonnen. 2 pakjes check op een dag. Hallo, kanonnen. Ik deed met 1 pakje check 2
drie dagen. Ja. Dus, maar in ieder geval, nee, die kamer die stond altijd in eeuwig blauw van de rook. Nou ja, en dan had ik mijn discus echt wel nodig. Terwijl toch ook de balkondeur open stond. Maar ja, die zijn er niet meer, dus daar kan ik helaas jammer genoeg ook niet meer naartoe. Mijn schoonmoedertje staat hier, mijn schoonvader is begraven. Daar heb ik helemaal niks van, dat betreurt mij enorm. Maar ja, wat doe je eraan? Gisteren, ik weet niet of ik dat heb laten zien, ik geloof er niet. Niet, ik zal hem pakken. Ik geloof dat ik die nog niet heb laten zien. Veel sterkte. En de achterkant is dat, staat dat erop. En dan doe ik hem open. En ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Mij is nu lekker spiegelbeeld, maar dat doet er niet toe. Voor jullie moet het goed wezen. Mooi of niet mooi? Dus hij is woensdag gecremeerd. Ik ben benieuwd wanneer ik mijn beestje op mag halen. Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb nog geen telefoon van de dierenarts gehad, dus hij is ook nog niet terug. Want zodra ik telefoon krijg, al zou het nu wezen, dan is het mijn koffie op drinken en dan gaan we gelijk die kant op. Ja, dan is het mij klaarmaken en ik ga met die banaan daarheen racen. Ja, en hij staat aan de lader, dus dan is die ook weer vol, dus kan ik ook weer wat harder. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ga ik ook doen, ik ga lekker aan de gang. Ik heb er helemaal nou vandaag gewoon er weer zin in. Ik heb ook een goede nacht gedraaid. Ik mag op bedtijd in bed. Ja, ik ben één keer wakker geweest vannacht. Hoe laat het was, weet ik niet. Toen moest ik naar de wc en ik ben er ook weer in gegaan. En ik heb heerlijk geslapen. Eindelijk eens een keer. Ik mag in de krant. Maar oké, ik zou zeggen, Ewen die ligt trouwens op te slapen. Dat kan al eens. Denk boven. Want die hak binnen, hij was buiten, die ik binnengelaten om te eten. En ik denk dat hij boven legt nou. Dus ja, komt allemaal goed. Komt allemaal helemaal top. Ja, dus druk maar op die blauwe duim. Ja, like het. En zet er ook een leuke reactie er eens onder. Helemaal top. Geweldig. Ik zou zeggen, voor nu, tot straks. Lieve vrienden, ik ga er vandoor. Ja, ik zit wel eens waar in de troep, maar dat doet me niet. Ik mag Frodo halen. Dus ik ben blij dat er gaat. Hij komt weer thuis. Ja. Ik ben zielsgelukkig. Mijn hondje komt weer thuis. Ja. Ik kan hem vertroetelen. Ik kan niet bij het baasje komen te staan. Nee, ik weet het allemaal nog niet, want ook dat plankje is te klein. Ja. Maar ik zie wel wat ik doe, hoe ik het doe. Hij komt toch eerst op tafel. Ik zit in de troep. Maar ik vlog straks wel weer als ik weer thuis ben. Lieve vrienden, ik hou van jullie. Houden jullie van mij? Ik hoop het. Ja, geniet verder van de dag. En ik kom weer in de lucht als ik weer thuis ben. Ik zeg het tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Het heeft even iets langer geduurd dan zou, want ik ben gelijk ook om iets weg geweest waar ik Frodo natuurlijk in kan doen. Hier heb ik de tas. Ja. Dus daar zit de koker in. Het is maar een kleine, maar wel een zware. Dus ja, net zoals de kaart is die bewerkt, dezelfde foto erop. Maar het maakt niet uit. Nee. Ik moet eventjes zien hoe ik dat moet hebben. Uiteraard. Ik moet het wel even goed uit zien te krijgen. Ga jij daar maar even staan. De certificaat. Hierbij verklaren wij dat op 20 november 2019 om 17:05 de crematie heeft plaatsgevonden van Frodo. In opdracht van mevrouw Luisterburg de Jong uit Den Helder. De crematie heeft plaatsgevonden, nou ja, dat was de Schagenbrug.
Ja, certificaatnummer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik, omdat Arwentje zit in een cocktailshaker. Maar een cocktailshaker kan je voor vele doeleinden gebruiken. Arwen, dat is een zwarte cocktailshaker waar ze in zit. Ben ik bij Blokker, zijn ze er wel, maar niet in zwart, maar goud. Dat vind ik een beetje kitschig, goud. Was ik bij Big Bazaar weer naar binnen gegaan. Ik denk, ja, ik zoek daar nooit niet naar zoek soort dingen. Ik denk, laat ik nou wel eens even gaan doen. En Daro, ook een cocktailshaker. Die vind ik heel mooi. Echt robuustachtig, mannenachtig. Nou, daar komt ook zijn naam op te staan. Dat ga ik dus eerst allemaal doen, maar niet nou. Nee, ik zet hem nou zo eventjes schoon op tafel. En dat komt wel. Ik wil eerst ook verder hier. Ik ben blij dat hij er weer is. Ja, ook, ik weet niet waar zijn naam staat, dat staat helemaal nergens. Bij Arwen had ik, nee, heb ik ook zelf een papiertje geloof ik gemaakt, ja. Ik ben zo'n ronde sticker gewend die je erin kan plakken, maar. Au! Ja. Het staat op de onderkant, binnen vier gewend. Maar ja, of daarop. Ik zie wel hoe ik dat allemaal hebben moet. Dan moet je hem wel goed erop zetten. Zo, dan staat hij weer goed. Ja. Ik zet hem daar even neer. Kan er ook niks mee gebeuren. Nou ja, en als die omvalt, dan valt niks uit. Want het is allemaal afgesloten. Maar ik ben, blij dat mannetje weer thuis is. Dan, Geek hem ook een ereplekje geven bij zijn baasje. Enkel, ja, het wordt tijd dat mijn broer komt en een andere plank daar neer doet. Die plank is echt te klein. Voor dit al, wat er nou op staat, is het al te klein. En dan moet Frodotje er nog bij. Nou, dat gaat het hem niet worden. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zet hem gewoon, als ik klaar ben met de kerstversiering, zet ik hem voorlopig bij de strooikoker van Armen erbij. Die staat in dat hoekje ook. En komt allemaal goed. Ja, ik ga nou een bakje koffie maken ook. Nee, hier zit verder niks meer in. Enkel tot overmaat van ramp. Ik weet enkel niet meer in welke winkel dat was. Viel mijn zonnebril op de grond. En het was dat deze glas eruit aan die kant van mijn zonnebril dan. Hè. Dus dan moest ik ook nog naar Hans Anders toe. Ja, ik krijg alles weer een beetje tegelijk. Maar ik ben weer thuis en ik ga weer lekker verder aan het werk. Ja. Ik zou zeggen, geniet verder van alles met wat jullie doen. En ik zou zeggen, hou je fatsoen. Doe ik ook. Doei! Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer even. Even jullie laten zien hoe ik het tot zover al heb versierd. Nou ja, jullie zijn het onderhand soort wel van mij gewend. Met één slinger ben ik tot aan de klok. Nou, dat moet nog verder. Moet over die krans heen. En dan deze kant op. Nou, daar hangt de knijper. Daar moet hij dus naartoe. Dan moet hij daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. En dan hier weer bij die tak aangekomen. Nou, en dan zo de kamer nog weer. Die kant op langs. Nou, dan hebben we hier de draaislinger. Ja, nou, en dan moet het nog verder naar die hoek toe en dan weer daarom uitkomen, hè. En in de keuken moet nog, tenminste, de keukenraam is klaar. Maar ik heb de ster nog niet branden, enkel die brand. Maar ja, dat zit daar ook. En die sterren kan ik makkelijk bij, want er is een knopje achter het gordijn. Dus ja, dat gaat veel makkelijker. En ik ga patatje eten met twee frikandellen. Ja, 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 ja. Lekker, lekker, lekker. Nou, het is aardig netjes, zeg ik het zelf. Dus ja. De eettafel is nog een dikke bende. Ik zou de lamp al gedaan hebben, maar dat heb ik glad vergeten. Omdat ik Frodo op mocht halen.
En onze Frodo, nou ja, waar zal die staan? Ik heb mijn schoonmoeder naar voren gehaald en Frodo die staat naast Arwen. Enkel, ja, ik moet nog eventjes mijn lettertjes weer opzoeken. Zodat ik zijn nieuwe verblijfplaats, hoe heet het, dat ik dat kan bewerken. Die ik hier in het kastje staan, daar staat hij. Daar bovenin. Die, daar moet toch zijn naam op en de datum, et cetera. Dus ja, dat komt allemaal helemaal goed. En Ewin, nou ja, die zit eigenlijk te wassen. Hé, meisje? Of niet dan? Hoe kwam jij al dichterbij? Oeh, was dat zo? Oh ja? Oh ja? Ewin, ons prinsesje. Nee, geen zin? Nou, dan niet hoor. Dan niet hoor. Nee. Maar ja, kan dat of die zat hier ook. Want zijn bakje die is daar. En die heeft hij bijna leeg. Op een paar stukjes na. Zo, ik moet achteruit, even zicht gewezen, zo. En Ewin, die had haar bakje helemaal leeg. Toen kwam ze weer te zeuren. En ik had van Kandalf ook al klaar. Maar die wou nog meer, dus ik heb het van Kandalf bij haar erin gedaan. En Kandalf was buiten. Dus ja, toen heb ik maar gedaan, Kandalf is toch buiten, dus dan geef ik het aan jou. En dan maak ik van Kandalf wel weer nieuw. Dus ja, die heeft bijna twee bakjes leeg. Ja, kan gebeuren. Nou, kan dan weer dus nou naar boven toe. Zo, blok ervoor. Hé, hé, meisje, poetskatoen. Of niet dan? Kikaboe. Denk erom, want die doet zeer, die duim. Het is maar een heel klein plekje, maar mijn nagel is uitgescheurd en... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, te licht. Maar ik heb daar een plekje, nou, het doet heel erg pijn. Ja, nou zie je het wel, klein stukje. Dat doet heel erg zeer. Hey, wijfie. Oh, gosje dikke doosje, ja. Oh, gosje dikke doosje, ja. Oh, gosje. Nou, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ga ik ook proberen te doen. Ik hou voor vandaag verder gezien. Morgen weer een dag. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond met wat jullie gaan doen. Kijk uit voor alles. Maak geen ongelukken of brokken, ook wanneer je uitgaat om te stappen. Blijf helder van geest. En geniet van alles. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei, doei! Ja, even naar de troep gericht. Sorry. Daar moet ik.